Breda Nu. Je weet het meteen. Remy Abdesalam is een freestyle basketballer uit Etten-Leur. In 2007 werd hij geselecteerd voor het Nederlands basketbalteam. Maar al gauw kwam hij erachter dat dit niet was wat hij wilde. De basketbalder wilde zich meer gaan richten op het freestylen. Hij kan het zelfs zo goed dat hij meedoet aan de wereldkampioenschappen freestylen in China. Hij vertrekt per trein vanuit Breda naar Shenzhen. Maar wat gaat Remy nu precies doen in China? Ik ga de battle aan met 108 freestylers uit de hele wereld. Ik ben uitgenodigd om daar te battlen en ik ga er tegenaan, man. Wat verwacht je ervan? Wat ik ervan verwacht? Dat het een hele zware competitie zal zijn. Want er zijn heel veel freestyle basketballers die al echt jaren ervaring hebben. En ik hoop dat ik tot de top 16 kom. En acht je die kans groot dat dat gebeurt? Ik hoop het wel. Ik ga er niet zo heel veel over zeggen. Ik heb wel heel veel voor getraind. Ik heb er 2 maanden lang elke dag minimaal 3 uur aan besteed. Dus ik denk dat er wel een goede outcome zal zijn. En kun je in het kort uitleggen wat freestyle basketbal inhoudt? Freestyle basketbal is een vertakking van basketbal. En freestyle basketbal is heel breed. Je kan er van alles mee doen. Je kan er een bal spinnen op je vinger. Je kan ermee dribbelen, je kan ermee breakdance, je kan ermee tricken. Het is echt heel erg breed. En dat is wat ik heel dope vind aan freestyle basketbal. Je kan heel breed zijn in wat je doet. En wat is jouw onderdeel? Sorry? Wat is jouw favoriete onderdeel? Dus qua breakdance bijvoorbeeld? Mijn favoriete onderdeel, dat is meer het breakdansen ervan. Op de grond. Op de grond dribbelen. Daarna door naar een sliding. Je moet het maar een keer checken op YouTube, man. Wat maakt het zo leuk? Wat het zo leuk maakt is dat freestyle basketbal een hele creatieve, brede sport is. Je kan oneindige tricks verzinnen. Je kan er oneindig in doorgaan. En dat is wat het leuk maakt. En heb je nog 1 of 2 tips voor beginnende freestyle basketballers? 1 of 2 tips voor beginnende freestyle basketballers? Ja, zeker. Sowieso elke dag blijven trainen. Het is wel echt dedication. Dus je moet wel echt gedisciplineerd daarvoor zijn. En op YouTube filmpjes kijken. Ik zou zeggen, kijk filmpjes van mij op YouTube. Breda Nu. Je weet het meteen.